De man die maandagochtend om het leven kwam bij een steekpartij in Rotterdam-West is de 24-jarige Gregory Halmen. Politieagenten kregen maandagochtend rond 5:30 een melding van een steekpartij. Ter plaatse troffen zij een zwaargewonde man aan in een woning. Reanimatie van ambulancepersoneel en politieagenten mocht niet meer baten. Politieagenten hebben direct na de steekpartij zijn 2 jaar jongere broer, tevens honkballer, aangehouden in de betreffende woning. De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. Mogelijk ging het om een ruzie dat een radio te hard aanstond. De 22-jarige Rotterdammer zit vast en wordt verhoord. Gregory Halmen, die sinds 2006 uitkwam voor het Nederlandse team, speelde al 7 jaar in Amerika. Daar kreeg hij in september vorig jaar zijn debuut in de Major League Baseball. Hij maakte als professional geen deel uit van de Nederlandse ploeg die eerder dit jaar de wereldtitel behaalde.